Mensen die 7 jaar geleden met mij werkten, die zouden ongetwijfeld mij hebben beschreven als een hyperactief, druk springen in het veld, huppelkutje-achtig iets. En dat is denk ik wel wat afgenomen of zo. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen. Het is gewoon één grote sneltrein van 3 uur lang en ik heb geen seconde rust. Dus voor mij is deze het meest spraakmakende wat ik ooit heb gedaan. Mensen die een musical kennen, dan kun je er niet onderuit dat dit gewoon een van de zwaarste vrouwelijke rollen is in een musical. Als je een artiest bent, dan leef je voor het podium en voor het publiek. Die show is gewoon heel belangrijk. Het is een soort zuurstof voor je. En als een voetballer wil gewoon op dat gras rennen. En een artiest die wil gewoon op het podium staan. Dus ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Het voelt eerder als een soort bevrediging. Ja, lekker.